Oké, heren, dames. Even korte huishoudelijke mededeling. Iedereen die ik tot nu toe contact mee heb gehad, volgens mij op eentje na, maar die was ook gehersenspoeld. Maar de rest van de alle zogenaamde, hoe moet ik het noemen, onderzoekers, mensen die van Nederland houden, mensen die denken dat ze... in ieder geval. Het is allemaal nep. Het is allemaal fake. Een boodschap aan alle MK-Ultra operators, alle Cabal Illuminati operators, alle trauma-based mind control, G4, maar ook G5 gestuurde idioten. Jullie maken allemaal onderdeel uit van het spel, het programma. En spelen of gespeeld worden. En het is inderdaad een complot tussen wat ze noemen Satan en God. En dat kan wel verteld worden, maar daar weten jullie niks van. Want er is een complot tussen Satan en God. En voor die mensen die mij kennen en mij denken te neppen. Oh ja, jullie doen me niet mee. Nee. Dus, voor iedereen in Utrecht die Timo John Smit, Colombiano, kent. Al schieten ze me morgen door mijn kop. Al valt er een helikopter op mijn huis. En dan ontplof ik met tijgertje en al. Ja. Niks stopt het lot wat jullie voor jezelf gecreëerd hebben. Niet. Dus of Timo Schmid er nou wel of niet is. Voor iedereen in Utrecht die Timo John Smit Colombiano gekruist hebben. Karma. Mijn zus heet Karma. En die komt nog bij jullie op bezoek. Mijn zus is ook doorzichtig. Die heet Karma. En mijn broeder, vader, God op aarde, mijn hoede. Jullie kennen hem als Jezus. Dus Jezus en mijn zus. Ik noem hem, nog ineens Yeshua. Ik noem hem zoon van de generaal. Het woord en de waarheid. De belofte, de liefde. Onze generaal. Zoon van. De almachtige vader. Bij de heilige geest. Jullie leugenaars zijn er geweest. Binnenkort. Wordt vervolgd. Tot de volgende aflevering.